Ik heb 3 jaar Frans gehad. Marcel, wat heb je nou geleerd? Ja, niks. Yo kijkers van Marcel's Eye, welkom terug bij Skyblock Survival. Vorige aflevering hebben wij een aantal dingetjes gedaan. We hebben onze pumpkin en melon seeds geplant. Die zijn hier terechtgekomen. En we hebben een sugarcane geplant. Dat is ook wel handig om af en toe te hebben. De melon, die is best wel goed aan het groeien. De pumpkins, die komen er ook aan inmiddels. En nou ja, het gaat goed. Deze boom trouwens, is al de derde boom die op deze plaats staat. Ja hoor. Dat is echt niet normaal. En in de tijd dat hier dus 3 bomen konden groeien, is hier 1 boom gegroeid. Hoe geweldig is dat? Ik zie net dat hier nog een blokje mist. Zo, hebben we even geplaatst. Doet hij even. Ik zeg het weer even aan het begin van de aflevering, jongens. Doe even dat duimpje omhoog en doe ook even het knopje delen gebruiken. Dat kan allemaal onderaan deze video. Want anders komt er bij 150 abonnees geen giveaway als niet elke video vanaf Minecraft Survival 65 5 likes hebt. Sorry. Anders moet je dat nog vlak voor de 100 abonnees, 150 abonnees moet je dat nog even gaan doen. Nou, dat wil je ook niet, geloof mij. Dus doe het nu maar gewoon even 5 likes en dan, ja, dan is het helemaal goed. Dan vind ik het prima tegen de tijd dat wij 150 abonnees hebben. We gaan even deze boom weghalen. Dan gaan we even lekker hout farmen gewoon de hele tijd. Want hout is best wel belangrijk op Skyblock. Omdat jij, ja, je hebt gewoon een aantal dingen nodig. Deze boom gaan we ook weghalen. En ik heb mijn challenges, die heb ik wel bij me. Die pak ik er nu even snel bij. En ik pak ook even snel mijn stopwatch erbij. Op mijn computer. Alarmen. Hoppa, doet hij even. Zo. En even beeld goed zetten. Dat is een hele mooie Windows 8.1 app. Kan ik je echt aanraden om ook te gebruiken. Zo, die is er ook goed. En kijk, er ligt alweer een sapling. Sterker nog, er liggen alweer 3 saplings. Hoe geweldig. Hop en hop. Zo, kijk eens aan. Nou, dit gaat lekker. We hebben... Oh, en de sugarcane is ook gegroeid. Klein beetje. Nice. Dit gaat heel erg goed zelfs. Het is niet alleen lekker, het gaat zelfs goed. Wat wilde ik vandaag gaan doen? Even kijken. Oh ja. Ja. Ik zou even 40 stone in de oven droppen. Nee, ik ga even wat anders doen. Ik ga even een aantal... laten we zeggen 10 logs hierin gooien. En dan heb ik even wat anders brandbaars nodig. Als ik het nou zo doe. En dan even hiervan ook 10 erin gooi. Komt het dan goed? Ja, dat komt goed, hè? Het gaat goed, toch? Ja, dat gaat goed. Zo, kijk eens aan. Hoppa. Dan laten we even gaan. Gewoon omdat het cool is. En dan gaan wij... ondertussen gaan wij... Want mijn idee was vandaag om dan de 40 stone bricks te maken. Dan hebben we dat ook weer klaar. En ik wil het eiland nog verder uitbreiden. En dat gaan we nu ook gewoon doen. We gaan nu gewoon letterlijk, nu, as we speak, het eiland uitbreiden. Het is heel gevaarlijk wat we hier nu doen. Ik zie ook dat het gras trouwens heel mooi verspreid is nu. Vind ik ook wel mooi. Hop, zo. Gewoon even lekker het eiland uitbreiden. Dat is wel leuk even, hè. Ja. Dan ga ik het even met jullie hebben over mijn analytics. En ik ben daar best wel blij om. Wat er allemaal afgelopen maand met Marcel's Eye is gebeurd. Ik vind het echt heel erg tof. Want Marcel's Eye, die heeft deze maand, alleen juli, de maand juli, al meer dan 1000 minuten bekeken. Dat vind ik op zich al wel cool. En tegen de 360 videoweergave aan. Nou, hoe relaxed is dat? En dan moet je ook nog eens een keer meerekenen. Ik neem het de maandag van tevoren op. Dus, moet je eens nagaan. Dat is echt ver van tevoren. Dus je zou zeggen dat... Nou, sterker nog, het is 6 dagen van tevoren opgenomen. Dus. En dan werken de analytics werken ook pas de 2 dagen nadat je... YouTube heeft 2 dagen nodig om de analytics te verwerken. Dus ik kan nu op de 28e kan ik pas de analytics van de 26e zien. Dus het is... Het is niet heel erg snel bijgewerkt. Dat geef ik ook weer toe. En dat vind ik ook jammer. Maar het is wel snel... Ik vind het op zich nog wel... ik vind het echt goed gaan. Dat echt waar. Serieus. Het is niet normaal hoe goed het nu gaat met Marcel's Eye. Daar ben ik echt heel erg blij om. Daar wil ik jullie ook heel erg om bedanken. Want ik kan nu gewoon zien dat mijn weergaven zijn gewoon met 600% gestegen.
het aantal minuten bekeken is met ook iets van 600% gestegen of zo. De likes zijn ook met... nou, wat was het? Ik kan het er zelfs bij pakken, even snel. Wacht even, ik pak het er gewoon even bij. En dan even kijken. Overzicht. Gaan we gewoon even kijken hoor. Ik moet even laden. Ik heb niet zo heel snel internet. Weergave. Met 103% gestegen. Minuten bekeken. 75% gestegen. Nou, dat valt nog mee. Op zich. Dat vind ik prima op dit moment. Het is gestegen in ieder geval. Stemmen voor leuk. Met 460% gestegen. Stemmen voor niet leuk. Met 150% gestegen. Dat is wat minder. En reacties met 683% gestegen. Er is verder 1 favoriete toegevoegd. En ik heb 14 abonnees erbij. En dat is een stijging. En ik kan niet zien hoeveel procent dat was. Dat bukt een beetje. Maar ik zie nog steeds dat de deelactie staat nog steeds op 0. Deze maand is niks gedeeld. Daar moet verandering in komen. Want ik heb al wel ontzettend veel likes. Daar ben ik ook wel blij om. Maar dat kan meer, jongens. Want als jullie een giveaway willen bij de 150 abonnees, moet je echt die video delen. Want anders komen er geen 5 likes op. Dat heb ik ook gemerkt. En ik weet dat jullie het kunnen, want het is jullie al eens een keer gelukt. Dus ik weet dat er 5 likes is te halen. Maar dat lukt je niet in je eentje. Dus als jij de video nou gewoon deelt, dan krijg je... dan komt de giveaway sneller. Want dan heb ik ook meer abonnees. Snap je? Dus, win-win situatie voor iedereen. Niet voor iedereen, want uiteindelijk gaat er maar 1 iemand met de prijs weg. Dus, maar ja. Wil je meedoen met de giveaway? Laat dan ook even weten wat voor giveaway ik moet doen, hè? In de comments. Laat het even weten. Ik ben wel benieuwd wat ik moet weggeven. En En ik ben er ook achter gekomen dat 2% van mijn kijkers zijn Belgisch. Dus eigenlijk, waarschijnlijk is dat 1% of zo. Dus 2% van de weergave komen uit België van deze maand. Nou, dat vind ik toch wel wat. Dus als jij een Belgische kijker bent, je mag trots zijn op jezelf. Dus. En ik heb ook weergave in Italië en Frankrijk. Dat vind ik ook wel bijzonder. En even kijken, kon ik dat zien? Ja, Oostenrijk ook. Dat zijn de 5 gebieden waar het meest bekeken wordt. Nederland, België, Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Nou, ik vind het prima, joh. Als die Oostenrijkers mijn video willen zien, ik vind het prima. Ja, mag van mij, hoor. Ik denk alleen niet dat ze er veel van verstaan. Tenzij ze Nederlands kunnen, maar ja. Dus, hi Oostenrijkse kijkers, hi. En België. En Frankrijk. En Italië. Bonjour. Hoe noem je kijkers? Ik weet niet eens. Bonjour, les personnes. Ah, Frankrijk. Dat weet ik het. Ik heb 3 jaar Frans gehad. Marcel, wat heb je nou geleerd? Ja, niks. Ik ging alleen altijd wel met dikke voldoendes over. Op Frans. Ja. Oké, nou ja. Nee, serieus. Ik ben echt blij dat ik nu van Frans af ben. Het is maar nu nog steeds vakantie. Ik heb nog een aantal weken vakantie. En dan moet ik alweer naar school toe. Ik moet op 15 augustus moet ik mijn boeken ophalen. Dus. En er was ook iets op 1 augustus. Ik weet niet meer wat dat was. Ik weet niet meer. Wat was er met 1 augustus? Nou, dat was niet iets van school hoor, maar iets anders. Oh ja, nee, ik weet het alweer. Ja, laat maar. Gaan jullie niks aan? Oh, dat is flauw, Marcel. Ja, maar dat is echt even privé. Sorry. Ik had er niet over moeten beginnen. Maar nou, dat gaat lekker zo. Dus. Is er alweer een boom gegroeid? Nee, niet eens. Dat valt me tegen. Even kijken, is er nog wat meer gedropt? Nee, zeker. Oké, dan niet. Nou, nice. Zo, hoe staat het eigenlijk met mijn kool? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik moet ook een eiland maken nog. Voor de mobs om op te spawnen. Dit dumpen er even in en dan even kijken. Zorg dat we hier even 40 van hebben. Dan kan ik namelijk even wat bakken. Zo. Kan ik als het goed is, kan ik dan de 40 stone bricks maken. Volgens mij kan dat zo dan. Ik weet niet hoeveel je eruit... Volgens mij krijg je er ook 4 uit. Dat weet ik niet zeker. Nog nooit gecheckt eigenlijk. Echt niet. Nou ja. Dus.
Ja, dat zijn echt de resources waar je mee moet doen hoor. Cobblestone, charcoal en hout. That's it. Meer kan je eigenlijk niet gebruiken. Dus ja. You can only take a call when darkness has fallen. Arr. Ik vond het ook wel leuk hoe Minecraft Real Ems wordt genoemd. En dat kan ik wel even laten zien. Even kijken. Play with your mates without the work. Ik vind dat wel leuk hoor. Play with your mates without the work. Nice. Ik kan het even kijken. Rock. Nice. Oh, kijk, je krijgt er gewoon 4 uit. Dat is handig. Oké, volgens mij kan ik nu wel slapen. Laat me slapen. Zo, dankjewel. En dan gaan we zo meteen get on deck. Jawel. Doet hij even. Zo. Hi wereld, ben ik weer. En we gaan weer verder met cobblestone hakken. Dus. Nice. Ik heb trouwens laatst gekeken naar een Assassin's Creed serie. En ik had eerst altijd een idee van Assassin's Creed niet voor mij. Maar ik heb nu het idee dat ik Assassin's Creed best wel leuk vind. Dus ik ga even kijken. Misschien kan ik, misschien ga ik Assassin's Creed kopen. En wordt het misschien wel een nieuwe serie op mijn kanaal. Ik ga even kijken voor welke serie die dan in de plaats komt. Maar lijkt me wel leuk op zich. Om Assassin's Creed te gaan spelen. En ja, volgens mij kan dat ook gewoon hoor. Kan ik hem ook gewoon opnemen. Want ik begin dan natuurlijk bij deel 1 van de serie. Dus Assassin's Creed 1 begin ik gewoon. En daar is het volgens mij... die kan mijn computer echt wel aan. Heb ik het idee. Ik heb alleen mijn twijfels met pas bij Assassin's Creed Brotherhood. En daarna komt Revelations volgens mij. Ik weet niet zeker. Maar ik heb even gekeken naar de minimum specificaties. En ik denk dat mijn computer het wel aan kan. Alleen bij vanaf Brotherhood begin ik daar een beetje over te twijfelen. Dus. Dan weten jullie dat ook weer even. Waar ik aan denk allemaal en zo. Dus het lijkt me best een leuke serie. Want ik zit nu een beetje op games waarvan ik denk van... Oké, die zijn wel leuk, maar... Meh. En ik wil weer gewoon wat games met een echte lijn in het verhaal erin hebben. En dat mis ik nu echt een beetje. Dus, oké. Hop, even wat stone bricks maken. Dus, ja. Nou, ik denk dat ik het hierbij ga laten, mensen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk op dat duimpje omhoog als jij wil dat er bij de 150 abonnees een giveaway komt. Dat lijkt me echt cool. Dus druk op dat duimpje omhoog en dan zie ik jullie de volgende aflevering weer. Wat hebben we vandaag eigenlijk? Wat is ons vandaag gelukt? Eigenlijk niks, hè? Nee. Nou, we zijn weer bezig geweest met Expand the Island. Maar ja, daar was ik al mee bezig. Dus vandaag is niks gelukt qua challenges. Dus, dat is een beetje jammer. Niet heel erg productief. Nou ja, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk dat duimpje omhoog en dan zie ik jullie de volgende aflevering weer bij een nieuwe aflevering van Skyblock. Tot later.